Best Western Hotel, haar huis, heeft na maanden bouwen de deuren geopend van haar nieuwe vleugel aan het Nieuwe Plein in Arnhem. En dat moest natuurlijk gevierd worden. Op donderdag 20 juni is de nieuwe vleugel van het hotel dan ook officieel en feestelijk geopend. En hierbij verklaar ik de prachtige nieuwe uitbouw van Hotel Haarhuis voor geopend. Genodigden konden tijdens deze opening een kijkje nemen in die nieuwe hotelvleugel. Wat men van de nieuwe aanwinst kan verwachten zijn luxe ruime kamers om heerlijk in te verblijven met de modernste faciliteiten. Ik ben een ongelooflijk blij mens. Echt zoveel belangstelling, zoveel mooie complimenten. En na hard werken zoveel mooie resultaten. Ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor. Ja, want u heeft wel een tijdje moeten wachten. Ja, het heeft best lang geduurd. We hebben natuurlijk ook wat tegenslag gehad. Maar vandaag is een dag om daar niet aan te denken. Vandaag is een dag om te vieren met al die mensen die er zijn. Dat we iets geweldig moois voor de stad Arnhem hebben neergezet. De nieuwe vleugel van Haarhuis beschikt over 36 luxe ruime superieurkamers. Die allemaal ingericht zijn met een strak design met een knipoog naar de jaren 50. Met deze uitbreiding biedt Haarhuis vanaf heden 118 kamers in elke prijsklasse. Van budget tot topsegment. Ja, ze bevallen goed. Vanaf 13 mei zijn we eigenlijk het bedrijf gaan gebruiken. En hebben we de laatste kinderziektes eruit gehaald. Dus vandaag de officiële opening. En de reacties zijn over het algemeen overweldigend. Ja. Hi Channel 13. So here we are at Hotel Haarhuis. And I have this room. It's the first room. I'm the first one to sleep in this bed. Look at it. Great, isn't it? En bent u nu even klaar met verbouwingen? Staat er even niks meer op programma na deze verbouwing? Mevrouw, in een hotel houdt het nooit op. De plannen borrelen alweer om van alles te gaan doen. Trouwens, ook je bestaande bedrijf moet je altijd bijhouden en vernieuwen. Ik wil graag nog wat parkeren erbij. We willen wat in de vergaderconcepten doen, hè, ook met het nieuwe vergaderen. Onze keuken moet nog gerenoveerd worden. Er zijn wat interieuren die weer vervangen moeten worden. Dus we blijven gewoon bezig. Maar we hebben een hele grote stap gemaakt. Happy birthday to you. Happy birthday.